Het meest gegeven advies rondom bezoek ontvangen is toch wel: je moet de hond negeren. Of als hij opspringt, je moet jezelf wegdraaien. En in deze podcast ga ik je uitleggen waarom dat niet altijd zo'n heel goed idee is. De voor's en de na's. En als je dit wel gaat doen, waar je tegenaan kan gaan lopen met je hond. Want heb jij het advies wel eens gekregen van negeer de hond of zorg ervoor dat je bezoek de hond negeert? Enerzijds is het het meest fantastische advies wat je kan krijgen. En anderzijds ook het meest waardeloze advies. Het meest gegeven advies bij al uw hondenproblemen is namelijk negeren. Laten we om te beginnen negeren een beetje nader bekijken en specificeren. Negeren betekent doen alsof de hond er niet is. En een dikke vette kans dat zowel jij als je bezoek de negeerskill niet zo goed bezitten dan wat je mogelijk zelf denkt. Het is namelijk knijtermoeilijk als zo'n pluizig, lief bolletje wol je aan zit te kijken met zijn kraalogen en ook nog vol verwachting zo met zijn ogen helemaal door je heen kijkt, richt je ziel in. Negeren is echt niet zo makkelijk als wat het lijkt. Het betekent letterlijk geen krimp geven op het moment dat je hond aandacht van je vraagt. Geen spier verrekken, geen oogtrilling laten plaatsvinden, want een hond pakt elk klein signaaltje spierspanning of verandering op als zijnde aha, dat was een reactie. En ook negeren wanneer die net even te hard in je hand bijt of met zijn wolfsklauwtje, dat is dat extra nageltje aan de poot van je hond, in je been blijft hangen terwijl je een korte broek aan hebt. Niet wegduwen als die om aandacht komt vragen. En dan nog heel belangrijk, niet aankijken. Dat is de meest ondergeschatte vorm van aandacht. Dat is de hond aankijken. Dus de hond aankijken is ook aandacht en niet negeren. Kan je op dit punt voorstellen hoe moeilijk negeren eigenlijk echt is? En dat is meteen de moeilijkheidsgraad erin. Als je begint met negeren, moet je het ook proberen vol te houden. Anders leer je je hond alleen maar volharding. Langer volhouden, dan reageert ze wel. Ergere dingen doen, dan reageert ze wel. En heel eerlijk gezegd, negeren kan gewoon niet altijd. Als jouw hond richting het armpje of het beentje van je kind wil happen, ook al is het vanuit spel, kan je simpelweg niet negeren. Je zal moeten interacten en je zal moeten reageren. Nou hoeft dat niet met een grootse hoop bombarie. Je kan gewoon liefdevol grenzen stellen en je hond gaan uitleggen dat niet, maar wat dan wel. En mijn punt hierin is, je kan ongewenst gedrag niet of nauwelijks negeren. Was het maar zo eenvoudig, dan had ik niet 11.000 cursisten onder mijn hoede. Dan negeren bij bezoek even onder de loep genomen. Stel dat jouw puppy altijd uitbundig is begroet bij bezoek. En wanneer op een dag dat niet meer gebeurt, dus de pup is te groot geworden, hij is te hyper en springt te erg, mensen vinden hem toch een beetje spannend geworden, het hele babyachtige is er vanaf en bezoek wil dat niet meer. Nou, dan komt vaak het magische advies, vanaf nu negeren. Dus die hond heeft de hele puppytijd aandacht gehad, een bepaalde enthousiasme gehad, maar alleen omdat hij nou opgegroeid is, krijgt hij die aandacht niet meer. Het zou zomaar kunnen zijn dat de hond in eerste instantie denkt, holy shit, ik word niet meer gezien, ze zien me niet meer. Je ziet wel eens op internet van die filmpjes dat mensen doen alsof iemand verdwijnt. Dus dan gaan ze onder een handdoek, halen ze die handdoek weg en dan doet het hele gezin, vaak een jonger iemand in het gezin, doet alsof die persoon niet meer te zien, te voelen, te ruiken enzovoort is. Dat is natuurlijk een super enge gewaarwording. Nou, en dit koppel ik altijd een beetje aan dit stukje. Dus jouw puppy is altijd uitbundig begroet door jouw visite en op een dag gaat het magische woord erin negeren, dan kan het zomaar zijn dat jouw jonge hond, dat jouw hond nog hoger gaat springen, nog grotere signalen gaat laten zien, omdat hij eigenlijk denkt, holy shit, ze zien me ineens niet meer. Dus het gedrag kan daarop echt wel verergeren. Negeren werkt enkel en alleen wanneer je dit echt heel erg goed doet en volhoudt tot het einde. Dus weet goed wanneer je negeren instart. En negeer dan dus echt met alle zintuigen, spierspanning, ledematen, mondhoekjes, alles. Echt helemaal niet reageren. Zelfs niet in je mimiek. En jazeker, honden lezen ook mimiek op gezichten. Bij de handjes, hè? En heel eerlijk gezegd, dit gaat jou, mij ook niet, waarschijnlijk al niet eens lukken. Laat staan dat je dit van je bezoek kan verwachten. Er zit nog een moeilijkheidsgraad in negeren, vind ik. Namelijk wanneer je bezoek helemaal belaagd wordt door je hond en het bezoek dit absoluut niet wil en jouw advies zou zijn, doe maar negeren. Ga je over de grenzen van je bezoek heen. Want
In eerste instantie doet je hond het opspringen wel. In eerste instantie doet je hond het overmatig handen likken wel. Of het blaffen of kruissnuiven of net wat jouw hond doet ten aanzien van visite. En als bezoek het echt niet wil, is nee gewoon wel echt nee. En kunnen we dat alleen maar respecteren. Dus wanneer je bezoek het echt niet wil, kan je simpelweg niet negeren. Negeren werkt mits perfect uitgevoerd en precies daar gaat het mis. Beter ga je zorgen voor een gedegen bezoekbegroetplan. Zonder je hond af te leiden of te pappen en te nat houden. Of te zeggen je moet hem negeren of je moet leuker zijn dan de rest van de wereld. Ga je ervoor zorgen dat je die opgewonden, hyper opdringerige energie van je hond weet te kanaliseren. Dus het is niet ergens de energie opvliegt op het moment dat de bezoek binnenkomt. Het gaat erom dat jij precies weet hoe je die excitement aan de voorkant al kan sturen. En heel vaak begint dat al bij een gedegen beltraining. En natuurlijk aan de slag gaan met mijn online cursus Bezoek begroeten. In deze cursus ga je aan de slag met je bezoekbegroetplan op maat maken. Je gaat de prikkelpyramide daarin verwerken, want niet al het bezoek zal even moeilijk zijn. En op die manier hoef jij je alleen maar aan dit plan te houden en ga je meer rust en ontspanning krijgen ten aanzien van bezoek. Lijkt het je leuk om meer te weten over deze cursus of over het onderwerp negeren? Laat gerust een berichtje achter. Op alle bekende kanalen, zie hier onder de captions mijn Instagram kanaal en stuur gewoon een berichtje. Dan help en denk ik graag met je mee. Voor nu, fijne dag en lieve groetjes, Amber.